Je gaat nu echt bij het meubilair horen, hè? Ja, ik werd gisteren op geattendeerd inderdaad. Ik kan de top 10 binnenkomen. Weet je wie je gaat verslaan? Nou, verslaan, evenaren weet ik, ja. Ik neem aan dat je hem ook verslaat, toch? Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Daar ga ik wel vanuit, ja. De eerste is Martin Jol, hè? Ja, dat weet ik, ja. En er staan nog een aantal mooie namen tussen. En, ja, daar kom ik ook bij. Is wel leuk op zich. Oude man hoor je. Dat ook, ja, klopt. Er staan alleen maar iets wat oudere mannen in. En maar dan pas ik er goed tussen, dus blijkbaar. Ja, leuk dat je dat haalt. Dat betekent dat je altijd fit bent, dat je weinig mist. Vorige week ook nog eens keer het 250ste duel in de Eredivisie. Ja. Je gaat er nou echt bij horen. Ja, Alex, ja, ik heb natuurlijk vanaf mijn 18e best veel wedstrijden gespeeld. En ja, dan krijg je dit best wel een mooi aantal. En ja, dat ben ik mooi, maar ik wil nog wat aan vastplakken, ja. Ik wil het even over de kruideniersmentaliteit hebben. Dat is iets wat Fons Vloenendijk heeft genoemd. Sta je erachter? Ja, ik wist niet dat dat de kruideniersmentaliteit was. Dat woord kende ik dan weer niet. Maar ja, volgens mij, ik heb na de wedstrijd ook aangegeven dat ik eigenlijk nog wel baalde van het gelijkspel. Omdat ik ook vond dat er meer in zat. En inderdaad, na de wedstrijd gaf hij eigenlijk een beetje hetzelfde aan in de kleedkamer. Hoe ga je daarmee om? Hoe krijg je dat eruit? Nou ja, ja. Of was het er niet? Nou, dat vind ik lastig. Kijk, we hebben het ook wel eens andersom gehad. Dat we misschien genoegen moeten nemen met een punt. En dan dat we naïef zijn en dat we hem nog om de oren krijgen. Dus het heeft een beetje twee kanten. Maar je moet inderdaad wel, daar begint het te herkennen waar je meer kan halen. En dat we, ja, daar kunnen we nog meer uithalen. Maar goed, dat moet er een beetje in komen. Je gebruikt een mooi woord, herkennen. Ik denk wel eens te herkennen wanneer het een penalty is en wanneer niet. Wanneer er een overtreding is en wanneer niet. Daar hebben ze sinds dit jaar een mooie tool voor, de VAR. In de media wordt daar veel over gesproken. Hoe leeft zoiets nou bij jullie binnen de groep? Neem je zoiets nog serieus? Kan je zoiets nog serieus nemen? Hoe staan jullie erin? Nou, we nemen het wel serieus. En natuurlijk zijn er elk weekend momenten natuurlijk. Het is in het begin, er wordt ermee geëxperimenteerd. En er zijn er altijd dingen die niet goed gaan. Dat is ook wel gebleken. En daar wordt in de groep over gesproken. En we nemen het natuurlijk serieus, want het hoort er nu gewoon bij en we houden er allemaal rekening mee. Ja, maar ik heb het gevoel dat je hem vaker tegen hebt dan mee. Ja, maar misschien hebben wij zo meteen een aantal momenten dat we hem meekrijgen. En als je doelt inderdaad afgelopen weekend, we hebben het nog wel op geattendeerd, de scheids, maar hij vond het niks. Dus. Hij werd niet eens een VAR-moment aangevraagd, althans werd niet eens gekeken op de beelden. Nee, ja, het was natuurlijk heel snel een counter achteraan, dus we hebben het iets later zijn we er nog over gehad. En, ja, hij gaf aan dat ze allebei vasthielden goed. En er zijn inderdaad nog een aantal momenten geweest, niet alleen bij onze wedstrijden, die discutabel zijn. En wat ik zeg, het blijft altijd, sommige dingen blijven natuurlijk altijd een grijs gebied. Is voor heel veel dingen goed. Voor buitenspel zijn er natuurlijk een aantal goals afgekeurd terecht, die gewoon net aan buitenspel zijn, hoe lullig het ook is. Maar er zijn ook een aantal overtredingen. Ja, ik noem maar Gustafsson, hoe heet die, van Utrecht. Dat vond ik ook absoluut geen rode kaart. Dat zijn dingen die vind ik heel raar hoe dat gaat met de VAR. Dus eigenlijk staan jullie er een beetje hetzelfde in de kleedkamer als wij aan de buitenkant? Ja, ik denk dat iedereen inderdaad zijn mening erover heeft. En ik denk dat de KNVB ook niet altijd even tevreden is, denk ik. Wat adviseer je dan? Nou ja, er is van tevoren natuurlijk al mee geëxperimenteerd in de beker, volgens mij. Misschien iets langere aanlooptijd hadden moeten nemen. Maar aan de andere kant zie je ook wel heel veel eerlijke momenten die goed teruggedaan zijn. Dus we moeten ermee leren leven en het zal hopelijk alleen maar beter worden.